bijzondere dag vandaag in het museum. We praten even met Dirma Speldenkamp, want jij hebt de organisatie hiervan, het Gelders Monumentendag. Ja, het is Gelders Museumdag, ja. En ik heb mede de organisatie in handen, maar voornamelijk ligt het ook in handen van de vrijwilligers van dit museum. En het is vandaag een bijzondere dag, want we herleven het klooster eigenlijk. En dat heet het Beleven het Klooster, wat veelal aangekleed wordt met heel veel kinderactiviteiten. Dus dat is vandaag aan de hand. En er is een grote opkomst, zag ik? Ja, zeker. Onverwacht eigenlijk. We wisten wel van vorig jaar al, hadden we het al uitgeprobeerd eigenlijk op Gelderse Museumdag. Hadden we ook 40 kinderen. Maar vandaag loopt het eigenlijk de spuigaten uit. En we zitten nu denk ik al in de 50 kinderen. En alle ouders komen natuurlijk mee. En opa's en oma's zien we heel veel. En natuurlijk het mooie weer. En het mooie weer helpt ook heel erg mee, ja. Dus dat gaat helemaal leuk. Het is hartstikke gezellig. Hoe beleven kinderen nou zo'n dag? Want een klooster met nonnen en abten. Ik heb de indruk dat het niet alledaags is hier. Nee. Het is natuurlijk een oud klooster geweest. En de kinderen hebben daar niet veel kennis over. Maar op deze laagdrempelige manier proberen we toch ze een beetje in aanraking te laten komen met de activiteiten die vroeger gedaan werden. En de ambachten die door de nonnen werden uitgevoerd, proberen we eigenlijk laagdrempelig aan te bieden, zodat de kinderen daar ook kennis mee kunnen maken. En niet op een verplichte manier, dus niet, we gaan ze niet vertellen wanneer de nonnen bijvoorbeeld leefden. Dat kunnen ze wel vragen, meestal komt dat uit de kinderen vanzelf dan. Maar het is gewoon op een laagdrempelige manier proberen we dat onder de aandacht te brengen. Om toch een beetje geschiedenisles mee te geven, zeg maar. Ik denk dat je terug kunt zien dat het zeker geslaagd is. Want dat is iets wat niet alledaags is. En het is goed dat we toch een beetje weten van de historie. En zeker van het museum in Elburg. Ja, zeker. Dat is zeker belangrijk. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe heet jij? Janika. En wat kom jij vandaag doen in het klooster? Kijken. Kijken. En weet je wel wat een klooster is? Want het is een hele moeilijke vraag. Dat is een huis van vroeger. Heel goed. En wat waren dat voor mensen die hier woonden? Ook mensen van vroeger. Ook mensen van vroeger. Het waren nonnen. En die werkten hier. En nu maken ze allemaal mooie dingen, zodat jullie kunnen leren wat ze vroeger deden. Heb jij al wat gedaan? Ja. Wat heb je gedaan? Getekend? Getekend en mijn naam geschreven en dan gemaakt. Dat is wel wat anders dan op school, hè? Ja. En vind je dit weer leuk? Ja. Kom je nog eens een keer weer terug? Ja. Goed zo. Nou, veel plezier vandaag nog. Dan tussen gelijk even een praatje maken, want u bent heel druk met een schrijfdiploma. Jazeker. De kinderen zelf hebben hier beneden mooie letters gemaakt en ook geprobeerd ook te schrijven. En dat komen ze dan laten zien en dat is zo goed, daar krijgen ze een schrijfdiploma voor. Het is anders dan dat we gewend zijn. Heel anders. Dat zijn echte oude letters nog. En want dat hoort in een klooster. Daar hoor je de letters te gebruiken die de nonnen ook gebruikten, want die schreven ook. Die schreven hele boeken over en hele psalmboeken en grote boeken. En ik zie met mooie krullen eraan. Mooie krullen, want het moet toch ook mooi eruit zien. Ja. En daar waren ze natuurlijk druk mee, maar wat deden ze nou nog meer? Nou, in het klooster kon je van alles bedenken wat je kon doen. Je kon natuurlijk gewoon ook zorgen voor het eten. En je kon ook zorgen voor eten voor mensen buiten het klooster die niet genoeg te eten hadden. En dan moesten ze natuurlijk in de tuin moesten ze dat zelf verbouwen. Hè. Ze moesten zelf zorgen dat de kruiden in de tuin stonden en dat er geoogst werd. Eigenlijk hadden ze best een druk leven. Heel druk leven en ze moesten en tussendoor moesten ze ook nog zingen en hun gebeden bidden, doen en bidden. Dus dat moest ook nog ertussendoor. En ik denk toch dat ze hadden het wel ietsje rustiger, want er was natuurlijk wel heel veel structuur in. Door die gebeden, het was 6 keer per dag, nou dat waren vaste uren, dus dan was je altijd
zat je in ieder geval altijd even rustig. Of op je knieën, maar in ieder geval, je was even rustig. En daartussendoor werd er gewerkt. Cantate Domino, canticum novum, omnis terra. U hoort al, als wij met veel gaan spreken hier in de kapel, dat het heel mooi klinkt. Cantate.